Dit is mijn kleine broertje George. Dit is mama Big. En dit is papa Big. Peppa Big. Ruimteavontuur. Peppa en George zijn een dagje bij opa en oma Big. Opa Big. Opa Big. Hallo, Peppa en George. Dag, tot later, jongens. Dag. Hallo, Peppa en George. Oma Big. Oma Big heeft een ruimtepak aan. Waarom is oma vandaag verkleed als een ruimtereiziger? Oh, oma speelt vandaag weer een spelletje met haar vriendinnen. Ik ben bezig met een belangrijk historisch rollenspel. Het gaat over de eerste landing op de maan. Heel erg lang geleden. Oeh. Kom maar mee. Als je het mij vraagt, is het gewoon weer een excuus om thee en taart te smikkelen. Systeemchecks gedaan, oma. De raket is klaar voor de lancering. Wauw, een raket! Ja, van Opie Konijn. Wij mochten hem een dagje van hem lenen. Wat een spanning! Ik zal de raket snel gereed maken voor de lancering naar de maan. Oma, gaan we vandaag echt naar de maan? Nee, Peppa. We doen maar alsof. Ah. We doen net alsof de tuin de maan is. En we doen de dingen die ze deden bij de eerste maanlanding. Ja, we gaan daar een vlag plaatsen. En we gaan maanstenen verzamelen. Doe wel voorzichtig met mijn rotstuin. Rustig maar, opa Big. We zullen heel voorzichtig doen. Terwijl jullie een spelletje spelen, ga ik mezelf nuttig maken en voor de thee en de taart zorgen. Veel plezier! Stap maar in allemaal! 10, 9, 8. Ach ja, ik denk dat die onschuldige spelletjes in de tuin oma gelukkig maken. 3, 2, 1. Lancering! Ja! Lieve hemel, de raket van Opie Konijn is echt de lucht ingegaan. Maar waarom moet dat spel zoveel herrie maken? Opie Konijn? We zouden eigenlijk alleen maar doen alsof. Doen alsof? Wat is daar nou leuk aan? Dus gaan we dan nu echt naar de maan? Dat gaan we zeker. Het is het ruimteavontuur van je leven. Als we echt naar de maan gaan, dan zal ons rollenspel misschien nog beter zijn. De raket van Opie Konijn is galant op de maan. Het is een kleine stap voor oma Big. En een grote sprong voor Opie Konijn. Wow! Kom maar, Peppa en George. Wee! De maan is heel erg springerig. Ja, Peppa. We kunnen heel hoog springen op de maan. Die spelletjes van oma. Ik hoop maar dat ze mijn tuin heel houden. De eerste mensen die op de maan zijn geland, hebben een vlag geplaatst als bewijs dat ze hier waren. Oeh. Uitstekend, George. En ze verzamelden stenen. Dit is een mooie steen. Goed gedaan, Peppa. We kunnen die maansteen mee naar huis nemen. Had opa Big iets over thee gezegd voor vanmiddag? Ja. Dat hebben we wel verdiend. We gaan naar huis. 3, 2, 1, lancering! De raket gaat weer terug naar huis. Lieve hemel! Dat tuinspelletje van oma ging steeds meer, herrie. Opa, opa! En, hebben jullie fijn gespeeld? Wij zijn naar de maan geweest. Super! Het is waar. We zijn echt naar de maan gegaan. Natuurlijk zijn jullie dat, oma Ben. En we hebben een maansteen voor je meegenomen, opa. Prachtig. Die zal vast heel mooi staan in mijn rotstuintje. Oh, oh, oh. Peppa is dol op ruimteavonturen. Iedereen is dol op ruimteavonturen.